Slagboom en zijn dochter Billy bestaat er geen grotere aantrekkingskracht dan gebouwen die door alles en iedereen verlaten zijn. Gewapend met hun camera besluipen en omsingen ze nieuwe locaties als prooien om er vervolgens de prachtigste beelden van te maken. Nou, die foto's die zijn nu gebundeld in hun fotoboek. Die ligt hier bij mij op tafel. Hier woont alleen de tijd. En ze zijn bij mij aangeschoven. Goedemiddag Maarten en Billy Slagboom. Hallo. Hoi, goedemiddag. Hoe is dit project ontstaan? Ja, het is eigenlijk 5 jaar geleden. Ik was 15 en ik was een beetje toe aan een verzetje eigenlijk in het weekend van het normale schoolleven. En in die tijd was ik ook bezig met allemaal mooie plekken op de wereld opschrijven in een boekje. Dus ik had de Taj Mahal en dan ook allemaal verlaten plekken. Want ik zag het verschil eigenlijk niet. Ik vond ze gewoon allemaal heel mooi. Ja. En toen had jij eigenlijk, legde jij een link met iets anders? Nou, ik had een krantenberichtje gezien. Het was een beetje een onzinbericht, maar die zie je natuurlijk veel voorbij komen. En de kop daarvan was Charleroi, de lelijkste stad van de wereld. En ik dacht meteen twee dingen. In de eerste plaats werd ik heel opstandig. Ik dacht, dat maak ik zelf wel uit. Wat een onzin. De lelijkste stad ter wereld. En toen ging ik me er een beetje in verdiepen. En wat je ziet is van die gigantisch grote verwaarloosde fabriekscomplexen. Ja. Echt uit de industriële tijd nog. En ik vond het eigenlijk heel erg aandoenlijk en ontroerend. Omdat die eigenlijk totaal veronachtzaamd zijn door iedereen. En die hebben natuurlijk jarenlang dienst gedaan. En heel veel mensen hebben daar hun lief en leed gedeeld. Die hebben om 9 uur 's ochtends netjes ingeklokt. Ja. En gingen ze 's avonds weer naar huis. Volgende dag weer terug. Een verbinding mee. Met collega's. Zag je meteen een link? Nou, toen dachten we van we moeten erheen. Want ik dacht, ja. Billy die had zin inderdaad in wat avontuur. Mij trok het heel erg aan omdat ik het meteen heel erg mooi en ontroerend vond. En toen zijn we er gelijk op zaterdag heen gereden. En dat was eigenlijk het begin. En sindsdien zijn we verliefd eigenlijk. Verlaten gebouwen. Hoe is het trouwens met je vader werken, Billy? Ontzettend leuk. Ja? Ja, ik bedoel, we hebben het altijd heel gezellig. Van zelfs al gaat een dag lukken de plekken niet om binnen te komen of zo. Het is gewoon een hele gezellige dag. En met goede muziek in de auto en gewoon goede gesprekken. Dus maar wat draaien jullie dan in de auto? Echt van alles. Van Sonic Youth tot Arvo Pärt. Nooit ruzie over muziek. Nee, we hebben precies dezelfde smaak. Dus dat is jij gaat over de muziek, maar eigenlijk alles wat voorbij komt vind ik... Ja, ik ken het toch allemaal via jou. Dus. Okay. Dan moeten jullie me toch even uitleggen hoor. Wat is die magische aantrekkingskracht van locaties die zijn achtergelaten? Los van de verbindingen die mensen ermee hadden. Ja, nou ik denk... Kijk, het zijn natuurlijk plekken die eigenlijk helemaal buiten het leven staan. Omdat iedereen er is weggetrokken. Hè? Ja. Soms staan ze al decennia leeg. En tegelijkertijd zijn het eigenlijk bij uitstek plekken gek genoeg om het leven te vieren. Tenminste, zo zijn wij het gaan ervaren. Hoe bedoel je het leven daar te vieren? Nou, dat komt eigenlijk omdat je wordt je nergens zozeer bewust van de cyclus waar we allemaal deel van uitmaken. Je ziet al die... Er zijn zoveel levensverhalen die zich hebben afgespeeld in zo'n verlaten gebouw. Bijvoorbeeld, je ziet het vaak letterlijk... al die lage verf of stroken behang die je op een muur ziet. Mm. En dan zie je zo'n jaren 70 bloemetjes behang, oranje of geel. Daarachter zit een laag, typisch jaren 50. Daarachter zit nog een laag. En je ziet geschiedenis. Je ziet geschiedenis, maar je ziet dus ook dat je deel uitmaakt van zo'n heel groot geheel. Omdat je zelf ook zo'n laag aanbrengt. Ja. En het mooie is natuurlijk op het moment dat de laatste mens of werknemer of bewoner of wie het ook geweest is, de deur achter zich dicht trekt. Dan neemt de natuur het langzaam over. En dat is ook heel erg mooi om te zien. Zo'n locatie binnenstapt, je voelt je aan de ene kant dus heel nietig. Omdat je zo bewust bent van je eigen bestaan. Maar dat is ook iets heel kalmerends. Helemaal niet iets deprimerends. Of in ieder geval zo ervaren wij het. Wat vind je daar kalmerend aan? Ja, toch dat je denkt van, we zijn een soort van, we zijn er maar even. Dus die tijdelijkheid die je als mens hebt. En dan, dat kun je inderdaad heel negatief vinden. Maar het is ook wel iets geruststellend. Dus dan moet je maar gewoon het meeste van maken wat je kunt. Dat tijdelijk zijn, dat is ook precies waarom alles zoveel betekenis krijgt. Zijn jullie dan ook niet een beetje voyeuristisch? Een beetje kijken, om de hoek sneaken en pieken? Want je zou verwachten van, nou, grote kathedralen, grote gebouwen. Charleroi noemde je als plek. Nou, dan denk ik aan status. En dan... Gaan jullie voor gewone huizen, klaslokalen? Toch wel klein, waarom? Nou, eigenlijk, we zijn wel zo begonnen met die grote, imposante gebouwen, inderdaad. Maar dat is heel moeilijk om je toe te verhouden. En ik vind het juist leuk dat het ook over ons eigen leven gaat. Dus gewoon een slaapkamer of een jongenskamer of een meisjeskamer of een keukentje waar liefdevol is gekookt en waar mensen gewoon lol hebben gehad en vol in het leven hebben gestaan. Dat snap ik. Dat is dichtbij mij. Terwijl zo'n grote kathedraal of zo'n barok paleis, wat je ook nog wel eens ziet, hè, met allemaal van die gietijzeren trappen, denk ja, is mooi, maar het is ook leeg. Ja. Het gaat niet over mij.
mij of over ons. Ja, je verbeelding gaat veel meer gewoon aan de gang als je in zo'n kleiner, herkenbare plek wandelt dan als je in een hele grote hal loopt. En Billy, kom je dan ook wel eens gekke dingen tegen in zulke woonhuizen? Altijd wel heel erg mee. Ja? Jammer. Ik heb wel vaak dat, omdat ik een andere generatie ben natuurlijk, dat die woonhuizen die al heel lang leeg staan, dat ik daar heel veel dingen niet herken, omdat dat... toch oudere dingen zijn. En dat herken jij dan wel aan je jeugd. Weet je, bepaalde soort tegeltjes of behang. Of van die typische ouderwetse kantoren. Ja, dat hadden we laatst inderdaad. Ik liep daar zo binnen, een heel ouderwets kantoor. En ik was het was alsof ik het bureau van Voskuil binnenliep. Ik herkende gewoon, ik was echt zo van... oh ja, ik ken dat natuurlijk helemaal niet, zo'n kantoor. Dus dat was heel leuk, Jullie zien dan verlaten gebouwen ook als kunstwerken. Dat beschrijven jullie ook. Om wat voor kunstwerken gaat het dan? Waar zou ik dan aan moeten denken? Als kunstwerk. Nou, wat we wel hebben, is niet zozeer dat we die gebouwen denken als kunstwerk zien, maar wel dat je soms. Als het weer erin komt in zo'n gebouw, vaak zijn het ingestorte daken. Hè, zitten overal gaten en het regent en het waait zo nu en dan. Dan worden die muren die gaan helemaal vol met schimmel en mos. En het gekke is dat als er maar genoeg tijd overheen gaat, dan ziet dat eruit eigenlijk als een soort moderne kunst. Maar dan heeft niemand daar de hand in gehad. Er is geen kunstenaar geweest, maar het is eigenlijk vanzelf geleidelijk zo ontstaan. Ja, dat is schitterend. Ja, echt heel erg mooi. Het is heel leuk. Je kan echt uren naar die muren kijken die helemaal over zijn genomen door iets anders. Door de natuur eigenlijk, als je het zo zegt. Ja. Nou ben ik door jullie boek eerder ook gaan bladeren. En wat mij opviel, er staan helemaal geen bijschriften bij, geen uitleg wat welk gebouw dit is, wat ik zie op de foto's. Flauw, hè? Waarom doen jullie dit? Het is inderdaad eigenlijk omdat hoe meer je er eigenlijk al van weet voordat je naar een foto kijkt, hoe minder je eigen verbeelding op de loop gaat. Dus we wilden eigenlijk helemaal niks erbij geven, zodat je echt zelf kan kijken. Iedereen is ook leuk, want iedereen ziet weer andere dingen in die foto's. En als je er wat bij zegt, dan wordt dat toch steeds minder. Je gaat het gelijk invullen. Oh ja, er woont een oude mevrouw en die is... Dus je kunt je eigen fantasie inderdaad op de loop, zoals jullie zelf ook doen. Verlaten gebouwen, oude woningen. Je ziet het hier ook op de foto's. Staan er niet al te best bij. Bouwvallig, op instorten. Ja. Is dat nou ook niet een beetje gevaarlijk, zo'n fotoproject? Jawel, ja, we moeten altijd wel voorzichtig doen. Ik bedoel, wij passen heel goed op, dus dan valt het natuurlijk wel weer mee. Maar we gaan wel echt als soort ijsmeesters te werk, echt de vloer testen of we er wel op kunnen staan. Is er wel eens doorheen gezakt? Nee, omdat we voorzichtig nog doen. Niet. Maar het is inderdaad zoals een ijsmeester, dat je echt zo kijkt, dan kan ik nog hierdoor. En sommige verdiepingen, vaak zijn het natuurlijk wat grotere panden. Ja, die moeten we helaas laten zitten, want dan is het gewoon onverantwoord. Ja, daar mogen jullie ook helemaal niet op komen waarschijnlijk, toch? Nou ja, het zijn natuurlijk sowieso panden, die hebben een eigenaar. Elk krot heeft uiteindelijk een eigenaar, maar we vragen geen toestemming. Nee. Dus over mogen, dat is weer een andere vraag. Maar het is ook soms gewoon te riskant. Gewoon dat ik het onverantwoord vind. Maar laveren jullie dan af en toe ook een klein beetje tussen de regels door van we betreden een pand, we weten niet hoe het zit, maar we gaan het gewoon doen? Ja, nou ja, er is een eigenaar en die vragen we inderdaad niet om toestemming. Ja. Dat is waar. Hey, het boek is nu af. Blijven jullie fotograferen? Zeker. Ja, het leuke is, het was helemaal niet begonnen als een fotoboekproject. Het is gewoon een hobby die we in een prachtig boek hebben omgetoverd. Dus dat is het leuke. Dus we gaan zeker door als de grenzen weer open gaan. Het mooie is dat heel veel van die gebouwen, die worden een soort personages. Die gaan echt helemaal voor je leven. Omdat die onderdak hebben gegeven aan zoveel levensverhalen. Ja. Dat we zijn ze ook veel verschuldigd. Ja, en jullie raken niet uitgekeken, kan ik me zo voorstellen. Nee, absoluut. Jullie vertellen. Nee. Maarten en Billy Slagboom over de liefde voor fotografie van verlaten gebouwen. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Het fotoboek Hier woont alleen de tijd is nu verkrijgbaar. Volg ons op Twitter @denieuwsbv. Vandaag is de documentaire I Got a...